Verpleegkundige studente Christy Benjamins was vandaag een van de gelukkige winnaars van een zonnepaneel. Deze had ze gewonnen door middel van een gouden wikkel in haar Tony Chocoloni. Het Willy Wonka-verhaal was mede mogelijk gemaakt door Grunniger Power. Vandaag mocht ze daar haar zonnepaneel komen uitzoeken en het certificaat in ontvangst nemen. Ze kocht haar reep bij het Alpha College, maar niet met de gedachte om te winnen. Nee, dat niet. Ik had eigenlijk gewoon zin in chocola. Maar het Alpha College had er wel wat reclame voor gemaakt. Het lag bij de kassa, dus het was wel een eerste keuze. Achter de ludieke actie met de chocolade zat wel een duidelijke gedachte. Wij hebben de Gouden Wikkelactie gedaan samen met een aantal bedrijven hier in Groningen. Een aantal grote bedrijven, waaronder het Alpha College en het UMCG en de Gasunie en de gemeente Groningen. En wij vonden dit een hele leuke manier om op een ludieke wijze met chocola, wat iedereen lekker vindt, mensen bekend te maken met het zonnepark. En mensen bekend te maken met het feit dat je altijd mee kunt doen met de energietransitie. Ook als je geen geschikt dak hebt voor zonnepanelen of geen eigen energierekening hebt. Het Alpha College doet er zoveel mogelijk aan om milieubewust te zijn. Nou, ik vind het heel belangrijk waarde dat we als organisatie ook midden in de maatschappij staan. En dat betekent dat je ook met elkaar de maatschappij maakt waaronder duurzaamheid een belangrijk thema is. Dus we willen daarin het goede voorbeeld geven als organisatie, maar ook als leeromgeving, omdat we onze studenten juist ook willen vertellen en leren over hoe belangrijk een duurzame wereld is. Dus dat past goed bij ons. Daarnaast probeert de school het gebouw zo energie-neutraal mogelijk te maken. Wat heel belangrijk is in elk geval de verlichting. Hè. Dat is eentje die heel makkelijk te verduurzamen is. Dus in Karring hebben we recent in de sporthal alle verlichting vervangen door LED-verlichting. We zetten dienstfietsen in, daar hebben we recent 50 van aangeschaft, waarmee we medewerkers stimuleren om op de fiets zich te verplaatsen tussen locaties. We hebben heel wat installaties verduurzaamd, dus dat is een belangrijke toepassing. En als we locaties verbouwen of nieuw bouwen, dan kunnen we heel rigoureus aan de slag met een duurzaam gebouw neerzetten. Christy probeert zelf ook zo duurzaam mogelijk te leven. Ik ben wel een beetje milieubewust. Ik ga bijvoorbeeld altijd op de fiets naar het werk. Ik neem altijd een leeg flesje mee, zodat ik die kan vullen op het werk. Of op school hebben wij natuurlijk de pipe om het flesje water te vullen. Ja, in die zin ben ik denk ik wel bewust bezig met het milieu.